Nee, we gaan het hebben over een heleboel mensen op de scootmobiel. Een scootmobieltocht. Ja, dat is aankomende zondag in Almere. Ja, we praten erover via Skype met Simeon Karsten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit evenement wordt voor de derde jaar op rij georganiseerd. Het is een succes, kunnen we stellen. Ja, nou, het is trouwens niet het derde jaar, het is de derde keer. Oké. Ja. We hebben het vorig jaar twee keer gedaan. De eerste keer was het voorjaar vorig jaar. Rob Krol, die ken ik hier vanuit het ziekenhuis. Ik werk in het ziekenhuis. Die kwam met dit prachtige idee. Hij zegt, er zijn zoveel mensen met een scootmobiel hier in Almere. En die gebruiken hem te weinig. We kunnen zoveel meer leuke, gezellige dingen doen samen. Dus het is echt een oproep om samen dingen te doen. Een beetje tegen eenzaamheid en samenhorigheid. Dat was een groot succes. En met kerst hebben we er nog één gedaan. Dat was ook heel gaaf. En nu is het de derde weer, ja. Ja. En wordt dat steeds meer? Komen er steeds meer scootmobiels opdagen als je zegt, kom, we gaan weer een rondje doen? Nou, ik denk dat die aantallen een beetje hetzelfde zijn. Het ligt ook een beetje aan het weer, denk ik. Maar het zijn indrukwekkende aantallen, hoor. Het zijn rond de 40, 50 scootmobielen die zeker meedoen. Elke keer tot nu toe. En ja, dat beeld van die stoet is wel heel erg indrukwekkend. Ook omdat ze van die hesjes dan aan hebben vaak, toch? Klopt, ja. Dat maakt het wel af. Uit veiligheidsreden, hè? Oh ja, is het gevaarlijk op zo'n scootmobiel? Zo hard gaat het toch niet? Nee, maar je hebt ook wel verkeer natuurlijk. Je moet het verkeer een beetje, ja, als je een weg oversteekt. Ja, je kan niet steeds stoppen voor een auto, dus dat gaat wel door. Dus dan is het wel lekker als je allemaal hesje aan hebt. Ja. Hey, zondag, wat is de bedoeling? Wat gaan we doen? Waar moeten we zijn en hoe laat? Dit keer gaan we de Almeerse Lentespelen organiseren. Het is natuurlijk een beetje knipoog naar de Olympische Spelen. Maar we gaan oud-Hollandse spelletjes doen bij de Noorderplassen. Dus een beetje ringsteken en blikwerpen en zo. Oh ja, nee, dat vinden bejaarden wel leuk. Of mogen ook jongeren meedoen? Zeker. Iedereen met een scootmobiel is welkom. Ik ben zelf 31 en ik huur voor de gelegenheid ook een scootmobiel. Ja, want ik hoor wel vaak, ik heb dat nooit zelf gezien, dat jongeren wel van die scootmobiels hebben om zichzelf mee te vervoeren. Echt waar? Ja, zonder dat ze beenproblemen hebben. Oh. Ja. Nou, ik woon zelf in Amsterdam-Noord. Daar zie je wel veel jongeren in van die kanta's. Oh ja! Maar scootmobielen heb ik nog niet zo vaak gezien. Okay. Nee. Hey, ik neem aan dat je een punt kiest waar vandaan je weggaat. Ja, we vertrekken van het Flevo ziekenhuis. Hoe laat? We altijd om 11 uur. En je kunt je ook nog wel aanmelden tot morgen. Als je een e-mailtje stuurt naar robmichel64@kpnmail.nl. Misschien kunnen jullie dat nog op de site zetten of zo ergens. Misschien wel, als ik het onthoud. Ja. Anders dan app ik het even. Ja, is goed. Ja, dus om 11 uur morgen bij het Flevo ziekenhuis. Fijn als je even aanmeldt, daar houden we rekening mee. Dan om 11:45 gaan we via de stad door de plassen. Als het slecht weer is, dan hebben we trouwens een plan B. Dan doen we een iets kleiner rondje. En dan hebben we ook een kleine lunch hier in het ziekenhuis. Met slecht weer, met goed weer gaan we natuurlijk gewoon lunchen bij de Noorderplassen daar in het grasveld. Ja, maar dat geld daar verbonden. Ja, en er wordt ook geld opgebracht, hè, voor Kika. Precies, we doen het echt voor een goed doel, namelijk echt voor saamhorigheid voor mensen met een scootmobiel. Maar we willen het ook echt onderstrepen dat we voor een goed doel doen. Dus daarom rijden we ook altijd voor een nog beter doel. Vorige keer was het KWF, dit keer is dat Kika. Dus je kunt je ook op de site van Kika kun je een beetje geld doneren. En als je meedoet met de scootmobiel, mag je een vrijwillige bijdrage doen. Dat gaat allemaal 100% naar Kika. Iedereen die meedoet, doet het vrijwillig. En vooral Rob Krol, laten we zeggen, de initiator van het, de geestelijk vader van dit idee eigenlijk, en mede-organisator, die gaat ook met ons verhaal door de stad, langs middenstand, ook langs Vegro bijvoorbeeld, die ons die hesjes en twee scootmobielen weer sponsort. En ook heel veel broodjes bij de middenstand, bij de Jumbo, bij de bakker en de Fries en zo. Dus op die manier kunnen we die hele dag, laten we zeggen, kosteloos en kwalitatief aanbieden. En als mensen toch een vrijwillige bijdrage willen doen, dan gaat het allemaal naar Kika. En op die manier voelt het ook voor iedereen heel goed om te doen. Tenminste, voor mij voelt het daardoor veel leuker om te doen.
omdat het echt samen doet en voor iets groters. Ja. Oké, okay. Zondagochtend 11 uur. Ik hoop op mooi weer voor jullie. Hebben wij het ook. Ja, Simeon Kasten vanuit het Flevo Ziekenhuis. Hartelijk dank voor je toelichting en veel succes.